zou de commissie willen meegeven dat de gedragsregels volgens mij een instrument moeten zijn om de advocaat te helpen in zijn dagelijkse praktijk datgene te doen wat hem betaamt. En te voorkomen bij de formulering de gedragsregels zo te schrijven dat zij gaan werken als een magneet op ons eigen morele kompas. We zitten nu in een tijd van innovatie, nieuwe ontwikkeling in de markt, digitalisering. Ik denk dat het heel goed is als de commissie die nu de gedragsregels aan een nieuw onderzoek onderwerpt, dat die commissie daar aandacht aan geeft. De innovatie en de nieuwe ontwikkeling in de markt. Advocaten zijn natuurlijk kundige, degelijke, integere mensen. En dat is maar goed ook. Maar we zijn niet ouderwets. En dat moeten we ook niet worden. En met die gedragsregels loert daar wel een beetje een gevaar in de steeds sneller veranderende wereld met technologie, met robotisering. En ik denk dat er hier een kans ligt om die mooie beroepsgroep van ons met vaart en met innovatie de toekomst in te sturen. Keep it simple. Dus verlies je niet in nog meer regels, maar kijk juist wat we kunnen missen. Voor wat mij betreft bijvoorbeeld gedragsregel 12 over de confraternele correspondentie. Ik wil de commissie meegeven om gedragsregels te maken die meteen duidelijk zijn voor iedereen die ermee moet werken. Dus zowel voor de advocaat, die er in de dagelijkse praktijk mee te maken krijgt, als voor de tuchtrechter die ze moet toetsen. Maak ze niet te ingewikkeld, maak ze niet te gedetailleerd, maar maak ze duidelijk, helder en breed toepasbaar. Ik zou de commissie mee willen geven, pas de regels aan de huidige tijd en aan 2025 in plaats van aan 1992 toen alles nog per post ging. Kijk, denk aan internet en aan andere vormen van communicatie.